een echte Groninger of een Fries? Nou, heel oorspronkelijk komen mijn voorouders uit Friesland, geloof ik. Maar ik ben in Twente geboren en opgegroeid en in Groningen gaan studeren. En ik ben hier blijven hangen. En wat studeerde je dan in Groningen? Had dat al te maken met fotografie? Nee, helemaal niet. Rechten. Ik heb ook een tijdje gewerkt, back-office, omdat ik toen al met fotografie bezig was. En dat is nou helemaal de overhand aan het nemen. Maar ik heb ook een tijd back-office gewerkt. Ik ben meester in de rechten, zeg maar, meester fotograaf, zeggen de mensen. Ik heb jouw werk al langere tijd een beetje gevolgd en gezien. Mm-hmm. Je hebt blijkbaar iets met sporters. Ja, ik ben er toevallig ingerold. Ook op de plek van deze galerie trouwens, van Mooiman. Omdat hier vroeger marathonschaatsers valuta kwamen bij verdienen. Die kwamen toen nog uit de Sovjet-Unie. En er zaten ook wereldkampioenen bij. Ik dacht, nou, die wil ik wel van mijn lens hebben natuurlijk. Nou, dat kon via de vrienden Jan en Sandro. Die ik al, misschien al wel 20 jaar ken. En goed, toen ik die jongens één keer voor de lens had, kon ik meer mensen vragen. En zo kwam het alsmaar verder, alsmaar verder. Toen kwam het plaatselijke nieuwsblad van het Noorden op het idee om mij te contracteren als enige fotocolumnist bij een dagblad in Nederland. Nieuwsblad van het Noorden toen, nu is het Dagblad van het Noorden geworden, in Groningen heel bekend. En ik ben eigenlijk altijd dat netwerk blijven onderhouden. Ja. Dus. Zeg, wat mij dus opvalt, en dit is wel misschien een beetje een extreem voorbeeld, ik zal hem eventjes in beeld brengen. Zo'n groep van wielrenners, die staan er behoorlijk bloot op, moet ik zeggen. Daar hebben ze blijkbaar geen moeite voor om dat te doen. Nee, maar die jongens die... Nou, ze weten eigenlijk haast niet dat ze bloot zijn, geloof ik. Maar dat is een beetje overdreven gezegd. Ze zijn heel natuurlijk, ze voelen zich in hun vel. En topsporters zoals zij ook zijn. Als je niet lekker in je vel zit, wat doe je dan met topsport met je lijf? En zo is het ook bedoeld. Ik heb het nooit erotisch of zo bedoeld, hoor. Maar het is natuurlijk wel aantrekkelijk, een paar mooie, goed gevormde blote mannen. Maar vooral de rust die ze op die foto uitstralen, het gewoon doen. Niet iets, er is iets of zo. Dat doet het hem wel in deze foto. Maar deze jongens... Nou, ik vraag er nooit naar, maar ik denk dat ze op het algemeen hitter zullen zijn. Die zitten gewoon goed in hun vel vanwege dat sportelement. En ze doen het heel gemakkelijk ook. Ze hebben daar geen tweede of derde gedachten bij. Ik vind het alleen maar stoer. Ja. En die foto van die drie schaatsers, hij staat op de kaart die bij de tentoonstelling hoort. Die is er nog op het NOS Journaal geweest ook een keer. Met een kalender Sporthelden Puur die ik gemaakt heb. Dat was wel even heftig hoor, een paar minuten aandacht nationaal. Maar wel leuk hoor, en shownieuws en alles. De meerwaarde van mijn foto's zit ook wel een beetje in de bekendheid van de mensen. Nou, ook op mijn websites in ieder geval heb ik een speciale op broeksma.com. Een speciale pagina onder projecten moet je kijken. Kan iedereen aan meedoen trouwens, dus jullie ook. En dan is gekleed naakt. Gewoon normaal. Niet op een speciale bedoeling. Heel diffuus, gewoon zacht verlicht. Geen toestanden. Gewoon eerlijke inventarisatie voor hoe je nu bent. Ja, je ontwikkelt vanzelf een soort school om je heen. Je krijgt heel veel verzoeken van mensen die stage willen lopen of eigenlijk een workshop willen doen. En die organiseer ik af en toe. Ik heb een studio die ik nou heb hier in de stad Groningen. Aan de Paardenzotseweg. Maar mensen die daar belangstelling voor hebben, ja, die kunnen gewoon zich melden. Ik ben met Peking 2008 Olympische Spelen van plan om daarvoor nog een kalender uit te geven met wederom bekende topsporters. Ja, ik hoop dat ik een vervolg kan geven aan Sporthelden Puur uit 2004. En het zijn eigenlijk doorgaans zijn het alleen heren. Het zijn alleen heren, maar ja, de Olympische Spelen waren vroeger alleen voor mannen. En het was naakt, dus daar sluit ik een beetje bij aan.